Hallo en welkom in een nieuwe video. Ik ben nog steeds Lindsay. Ik heb mijn onderneming de School voor Ascensie genoemd, mocht je dat nog niet weten. Waarom? Omdat in alles wat ik doe, jullie leer te begrijpen wat het eigenlijk is om te ascenderen, om bewust te worden, om wakker te worden en om vanuit een hoger bewustzijn te gaan leven. Natuurlijk, wanneer je wakker wordt, dan zit je eigenlijk met in het begin toch met je ene been al in een hoger bewustzijn. Hebben ze eigenlijk wat meer licht geschenen in de kamer, waardoor je meer gaat gaan zien. Maar omdat je misschien nog niet altijd goed beseft en goed begrijpt wat je net ziet of wat je hoort en ervaart, dat maakt dat we vaak dan eigenlijk op dat moment nog meer stress gaan voelen. Omdat het fundament en alles wat we ons ooit al hebben verteld en als waarheid hebben aangenomen, plots niet meer zo'n echte onze waarheid lijkt te zijn. En dus daarom is het thema van deze video: hoe overleef je 3D-problemen? En dat kan van alles zijn. Dat kan een discussie zijn met je partner, problemen zijn met je kinderen, dat kan problemen zijn op je werk. Dat kan financiële problemen zijn. Dat kan zijn dat je niet weet hoe dat je eten gaat kopen. Dat kan zijn dat je niet weet waar dat je het einde van deze maand gaat gaan wonen, of wat dat ook is, het maakt niet uit. Want eigenlijk elk probleem kan je op dezelfde manier aanpakken. En natuurlijk is dat ook weer verbonden met manifestatie. Want alles wat je in je buitenwereld ervaart, is een weerspiegeling van de balans of de disbalans die er is in jezelf. Dus is eigenlijk een creatie, het resultaat van zaken die je gedacht hebt, van zaken die hoe dat je gevoeld hebt. Voor mezelf als ondernemer, dan merk ik dat het snelste in mijn business en mijn ondernemer natuurlijk, en dus aan mijn cijfers, aan mijn inkomen, wanneer dat er een periode is dat ik niet volledig in balans ben. Of wanneer dat er een periode is waarin dat ik niet afgestemd ben, uitgeleend ben, en vanuit die afstemming, vanuit mijn eigen energie, eigenlijk dingen ga gaan manifesteren, op een positieve manier gaat gaan denken. Wanneer dat ik me eigenlijk, als je het zou bekijken op een schaal van 100%, mij eigenlijk meer slecht voel, de weg vooruit niet meer zie, of dan de dagen waar dat ik mij wel goed voel en alles moeiteloos verloopt. In deze video wil ik jou een aantal concrete tips geven, wil ik je eventjes meenemen naar hoe ik het zelf aanpak, wanneer dat ik merk dat inderdaad dat ik uit mijn energie getrokken word, omwille van die 3D-bewijzen, zal ik maar zeggen. Dat is dan eigenlijk het punt waar ik ook met mijn klanten het vaak over heb. Dat dan het belangrijkste is om je focus opnieuw weer te gaan verleggen. Verleggen naar wat dat er wel goed gaat. Verleggen naar het nu. En zeker als het gaat om financiële zaken, zeker als het gaat over relaties, dan is het eigenlijk belangrijk om te gaan kijken van, in het voorbeeld van financiën, moet ik nu een rekening betalen? Vaak is het zo dat we heel veel tijd, heel veel energie verliezen, omdat we denken aan rekeningen die volgende maand gaan komen, of waarvan we weten dat die eigenlijk onderweg zijn. Maar op dat moment leef je eigenlijk in de toekomst en geef je jouw energie weg eigenlijk aan iets die er nu nog niet is. Dus je creëert eigenlijk een probleem waarvan dat je denkt van oké, ik ga met hetgeen wat ik nu heb en zie opnieuw op mijn bankrekening, en ik weet niet wat dat er nog gaat binnenkomen, of hoe, of ik ga werk hebben, of wat dan ook. En dat maakt dat eigenlijk onbewust het tekort van geld eigenlijk gaat gaan aantrekken. Waardoor dat je eigenlijk je financiële problemen gewoon constant weer in hang houdt, in leven houdt. Dus het is belangrijk om altijd je focus te gaan weer leggen op nu. En hoe komt dat natuurlijk dat we eigenlijk altijd vooruit gaan denken? Ik had dat in het begin toen ik overschakeld ben van het ontvangen van maandelijks een inkomen naar ik kan elk moment van de dag een inkomen ontvangen. Was voor mij een hele verschuiving in denken vooral. Waarom? Omdat ik eigenlijk altijd ervan uitga van oké, als ik vandaag nu nog geen geld heb ontvangen, we zijn dus einde van de maand. Bij de meesten is dat eind van de maand of begin van de maand dat die hun inkomen ontvangen. En dan moeten die daar x aantal dagen of weken mee vooruit. Nu, als ondernemer is dat heel anders. Maar zelfs ook als werknemer kan dat ook helemaal anders zijn.
Maar doordat je zodanig vastzit in het systeem en het denken van ik kan maar één keer per maand geld ontvangen, dan stuur je eigenlijk die intentie uit naar het universum en zorgt het universum ervoor dat eigenlijk jij dat ervaart, hetgeen wat je denkt. Dus als je dat verschuift naar van ik kan elke dag geld ontvangen vanuit onverwachte bronnen, of ik ontvang wekelijks, of wat dat dan ook goed voelt voor jou, het maakt niet uit, maar dat je bewust bent en bewust wordt over de manier waarop je over geld denkt. Net hetzelfde met relaties. Wanneer dat je reeds verschillende relaties gehad hebt, waar dat er bijvoorbeeld veel discussies geweest zijn, waar dan er veel problemen geweest zijn, let er dan op dat jouw verleden eigenlijk jouw heden en jouw toekomst niet beïnvloedt. Want vaak is het zo dat we in nieuwe relaties eigenlijk onze volledige bagage van de oude relaties gewoon meenemen en gaan reageren vanuit ons gewonde zelf, vanuit ons gekwetste zelf. We gaan hele hoge dikke muren optrekken om ons hart te gaan beschermen. Maar net dat zorgt ervoor dat je heel veel weer nieuwe problemen creëert in een relatie waar dat er eigenlijk misschien zelfs geen problemen zouden moeten zijn. Dus ook op dat moment focus op het nu. En ga gaan kijken en ga vooral gaan voelen van wat is er dat er nu eigenlijk het probleem is? Wat maakt dat ik mij hierdoor getriggerd voel? Welke angsten komen naar boven? En nog meer, wat zit achter die angsten verscholen? Wat denk ik dan dat er zou kunnen gebeuren? Want ook daar, eigenlijk op elk moment heb je weer de keuze om anders te gaan denken, om andere keuzes te maken, om je anders te gaan voelen. Dus je hoeft niet te wachten totdat er iets verschoven is of veranderd is om je blij en gelukkig te gaan voelen. En gebruik zeker niet, en ik weet, ik heb dat in een van de laatste video's ook al gezegd, gebruik niet het bedrag op je bankrekening als een maatstaaf om te zien of dat je een goede vader of moeder bent, om te zien of dat je een goede partner bent, om te zien of dat je blij en gelukkig mag zijn. Nee, want het is net vanuit de emotie dat je voelt dat je jouw leven weer verder gaat gaan vormgeven. Dus als je daarin een doorbraak of een verschuiving wilt gaan teweegbrengen, is het net belangrijk dat je daar bewust over bent. Dat je gaat gaan voelen van, hoe denk ik hierover? Hoe voel ik hierover? Waar heb ik dat voor de eerste keer ervaren op die manier? En van waaruit denk ik dat dat nu ook weer dezelfde manier gaat zijn? Want dat is hoe krachtig onze emoties zijn. We geven ons leven vorm aan de hand van onze overtuiging en hoe dat we denken over iets. Zo is er een hele lange periode geweest dat ik bijvoorbeeld omwille van obstakels dat ik had in mijn tweelingbloemconnectie in het begin, dat ik eigenlijk op den duur, zelfs telkens ik het geluid hoorde van het berichtje of van die app, dat ik automatisch in een soort paniekreactie schoot. Terwijl dat er eigenlijk op dat moment niets gaande was. Maar mijn lichaam had geleerd dat er misschien wel een discussie of een probleem of wat dan ook zou kunnen ontstaan. En dat ik mij daar bewust van werd en heb besloten om gewoon neutraal op elk bericht te gaan reageren, als ik het geluid hoor, dan kon ik die angst trillen, dat ik daar onbewust aan gekoppeld had, eigenlijk gaan neutraliseren, gaan transformeren. En op dat moment had ik ook de kracht om dan eigenlijk te gaan zeggen van, oké, als er inderdaad een discussie of een probleem op mijn pad komt, of dat dan nu met mijn tweelingvlamconnectie is, of in mijn bedrijf, of met mijn kinderen, of met mijn ex, of met mijn familie, of mijn vrienden, of wat dan ook, maakt niet uit, dan is dat omdat er mij weer iets getoond wordt. Dat is dat omdat mijn ziel op dat moment weer een bepaalde les mag leren, of omdat ik bepaalde inzichten mag ontvangen. Is het rond manifesteren, zodat ik het ook weer verder kan aanleren naar jullie? Of is het rond hoe dat de templates met relaties zijn. Want ook daar zetten wij als tweelingvlammen weer nieuwe structuren neer wanneer hoe dat het gaat over hoe relaties zou moeten gaan. En ik herinner mij, nog niet zo lang geleden had ik ook tegen een klant gezegd van hoe dat jouw relatie gaat, of hoe dat jij en jouw partner jouw relatie vormgeeft, daar heeft niemand iets anders over te zeggen. Als dat is wat dat voor jou en jouw partner werkt, dan is dat de structuur en het kader waarbinnen dat jullie relatie mag vormgegeven worden. En het maakt niet uit wat de anderen of de maatschappij daarover zeggen. Je moet doen wat dat voor jou goed voelt. Want enkel is dat hetgene wat dat je dan ook weer die vervulling zal brengen, wat dat je geluk zal brengen, wat dat je overvloed zal brengen.
Dus om een hele korte samenvatting te geven, hoe overleef je die 3D-problemen? Eerst om te beseffen dat materie niet en de realiteit dat je ziet niet de realiteit hoeft te zijn. In die zin, het is niet de enige waarheid. Het is maar hoe dat je ernaar kijkt dat ervoor zorgt op welke manier dat jij het interpreteert. Dat ook kan je daar heb je controle over. Dus je kan elk moment kiezen om het anders te gaan interpreteren, om anders te gaan denken, om anders te gaan kijken. Focus op het nu en vraag jezelf af of dat je nu in dit moment effectief een probleem hebt. Is er effectief een rekening die je moet betalen? Is er een discussie met je partner die je moet oplossen, bijvoorbeeld? En dan. Als dat niet zo is, dan heb je nog alle tijd om tot een oplossing te komen. Is dat wel zo? Ook dan is het belangrijk om in eerste instantie terug te keren naar jezelf. Dus te focussen op jouw ademhaling. Waarom zeg ik op je ademhaling? We ademen nooit in het verleden en nooit in de toekomst. Dus de ademhaling en het focussen op je ademhaling brengt je altijd onmiddellijk terug weer in het nu en in jouw lichaam. En dan vraag dan gewoon heel eenvoudig aan jouw gidsen en aan jouw team van, toon mij. Op welke manier mag ik open zijn om te ontvangen? Welke oplossing is in deze situatie voor mijn hoogste goed en voor iedereen betrokken? En laat het dan los. Doe dan iets wat je leuk vindt. Zorg dat je energie hoog is. En verschuif je gedachten naar de dingen die goed gaan. Ga als je kinderen hebt met je kinderen spelen, of kleinkinderen, of kinderen van de buren. Ga met je dieren naar buiten. Of ga gewoon naar buiten in het bos gaan wandelen. Maar doe iets wat je leuk vindt om te doen. Doe iets wat dat jou meer energie brengt. Zodanig dat je jouw frequentie kan verhogen. Op het moment dat je frequentie verhoogd is en dat je eigenlijk afgeleid bent van jouw zorgen en jouw obstakels, dan zal je zien dat er een oplossing kan binnenkomen waar je eigenlijk misschien zelf nog nooit aan gedacht hebt. En dat is werken in sync, in co-creatie met het universum. Je stelt de vraag en het wordt gegeven. Het is aan jou om open te zijn om te ontvangen. Wil je hier meer over leren? En ik weet het, ik heb het al 1000 keer gezegd, maar ik zal het nog 1000 keer zeggen. Dan kan je met mij samenwerken via het traject. Zelfrealisatie vanuit de hartsgedragen bewustzijn. Waarin dat je inderdaad nog meer gaat gaan afstemmen. Nog meer gaat gaan leren kijken naar je gedachten, naar je emoties, naar de patronen die er zijn. En ik ben sowieso ook aanwezig in dat traject. Om jou ook weer te spiegelen waar dat je zelf nog tegenhoudt. Om te tonen waar dat er schaduwen nog zijn. En natuurlijk om ze dan ook onmiddellijk meehelpen te transformeren met jou. Want persoonlijke groei, spirituele groei hoeft niet lang te duren, hoeft niet lastig te zijn. Het is een keuze die je maakt. En wanneer dat je beslist om in jezelf te investeren, dan ga je dat onmiddellijk ook weer weerspiegeld zien in al de rest, op elk ander vlak en level in jouw leven. Zo, dat was voor nu. Wil je meer? Kijk in de linkjes hieronder. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!